Maar hoe kan ik die kinderlijke boosheid naar jou toe hebben, terwijl ik ben jou? Elke week neem ik je mee naar een nieuwe bijzondere locatie. En de gast van deze week is niemand minder dan Emmanuelle Grieves. Het gesprek met Emmanuelle hebben we opgenomen in de speelzaal van haar oude basisschool in Rotterdam. We kennen Emmanuelle vooral als actrice, maar haar carrière heeft ook een wat duistere kant. In 2019 werd ze op Tomorrowland in België opgepakt wegens drugshandel. Kortom, we hebben heel wat te bespreken. Want wat zouden we te weten komen als banken konden praten? Hallo. Hallo. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Op je oude basisschool. Ik ben nu wel vaker langs gefietst, maar... Nooit meer naar binnen geweest. Is een keer, maar dat kan ik me niet eens herinneren wanneer dat was. Ik ga je meenemen. Kom. Dat is goed. Was dit ook de ingang al vroeger? Ja, ja, dit was ook de ingang. Ik was zo'n klein meisje met je rugzak. Ja. En dan de kleuterklasse, zit hier? Ja, absoluut hier. Hier zat ik altijd. En het is allemaal veel kleiner nu. Nee, jij bent groter. Ja. De kleuters zitten hier. Je hoort ze met de blok aan het spelen. Ik ga je wel die kant mee opnemen, niet naar de kleuterklas. Ik loop gewoon met je. Weet je nog wat hier zat? Hier zat vroeger de gymzaal. Wauw. Als je hier gaat zitten, zit je dan in de gymzaal? Ja, even gaan zitten. Ah, zo. Hey, was dit ook niet de plek waar ze uitvoeringen deden en feestjes? Absoluut. Ik heb hier voor het eerst een gedichtje voorgedragen. Of eigenlijk voor het eerst opgetreden. Ja, dat was in deze gymzaal. En volgens mij was dat best wel een momentje in jouw leven, dat gedichtje. Want in een interview heb je daar ook over verteld. En eigenlijk, want dat was volgens mij met de kerstvieren. Ja. En je moest iets voorlezen of een gedichtje voordragen. En dat jij 's ochtends tegen je moeder zei, mama, ik ben ziek, ik kan niet naar school. Ja, het viel mijn moeder op dat naarmate dat moment dichterbij kwam, werd ik steeds warmer. En op een gegeven moment had ik gewoon echt koorts. Mijn moeder zei dat ik echt iets van 39 punt nog wat graden koorts had. Maar haar inschatting was dat het gewoon letterlijk plankenkoorts was. En dat ik gewoon het spannend vond. Dus zij zegt, je gaat je toch aankleden? Ze heeft me aangekleed. Ze heeft me het podium opgeduwd. En toen heb ik mijn gedichtje voorgedragen. En dat was helemaal leuk. Toen was je weer beter. Toen was ik ook weer beter. Ik was direct daarna was ik weer beter. Dus dat was een mooi moment, denk ik, voor een 4-jarig meisje. Ervaren dat als je je soms over je spanning heen zet, dat je dan leert. Ja, dat je daarvan leert en leuke dingen kunt bereiken of zo. Hey, hoe was jouw jeugd? Want je bent opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Klopt. Hier naar school gegaan. Hoe zag jullie gezin eruit? Nou ja, mijn moeder en vader zijn getrouwd. En toen is mijn moeder hier naartoe gekomen. Mijn moeder had al 3 kinderen. En toen hebben ze samen weer 3 kinderen gehad. Dus ik kom uit een samengesteld gezin van 6 kinderen. Waarvan ik de 4e ben. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan school. En aan het strand, naar Scheveningen gaan, samen op familievakantie. Ja, en later werd het een beetje wat rumoeriger thuis. Ik kreeg mijn ouders ruzie. En eerst kreeg ik dat niet mee. Maar op een gegeven moment krijg je dat steeds meer mee naarmate je ouder wordt. En zijn mijn ouders ook uit elkaar gegaan. Hoe was jij op school? Wat voor meisje was jij? Ik was een tomboy. Oh ja. Ik was echt een tomboy. Ik was bijna altijd met de jongens. Ja, ik hield van alles waar adrenaline in zat. Als ik nu terugkijk, besef ik dat zo van, ah ja, je bent altijd wel al een beetje op je adrenaline en dopamine geweest. Zat jij vroeger thuis als op de bank? Had je daar geduld voor? Kun je dat herinneren? Ik ben een ambivert. Dus ik ben een extraverte introvert. Okay. Dus ik heb mijn momenten dat ik super druk ben en dat ik echt ga ik ook ratelen. En dan ben ik helemaal in het moment en dan in het gesprek. En dan thuis, boem, uit. Ik wil dan niemand om me heen en dan moet ik even weer alle prikkels verwerken. Je hebt hier tot je 12e op school gezeten. En toen ben je teruggegaan naar Suriname. Ja, op mijn 12e, halverwege het schooljaar, zijn we toen met mijn broertje en zusje en ik en mijn moeder naar Suriname verhuisd. En hoe was dat? Cultuurshock. Ja? Wat was de grootste? Ontdekken dat ik in Nederland een Surinamer ben en een Suriname een Nederlander. Dus dat versterkte heel erg mijn gevoel van Remy alleen op de wereld. Dat ik echt dacht, fuck. Ook hier hoor ik er niet bij, echt. Ja. Kom je er nu nog vaak, Suriname? Nee, niet zo heel vaak. Hoe lang heb je er gezeten uiteindelijk? 2 jaar, 1 maand en 11 dagen. Ik ging zo krasjes maken op de ik wist nog heel goed hoe lang ik ben gebleven. Ja, ik wilde echt heel graag terug naar Nederland. Het was alleen niet helemaal wat je ervan verwacht had misschien. Kijk, als je 12 bent,
En als je 12 bent en je hebt zeg maar zo'n grote verandering van een verhuizing naar een heel ander land, mm-hmm. waar je niemand kent en dan natuurlijk je ontmoet nieuwe familieleden en ja, je maakt nieuwe vrienden, maar hier in Nederland had je toch zo'n geschiedenis, weet je wel? Je had de basisschool en ik kende wel de cultuur hier. Gek genoeg vertelde je, ik merkte op een gegeven moment op vrij jonge leeftijd wat voor effect ik voor mensen had. En dat ik dat ook best leuk vond om, yeah. om iets voor te dragen of als mensen om moesten lachen. Maar dat was geen makkelijke keuze om te gaan acteren. Want je komt uit een behoorlijk gelovig gezin. En jouw vader vond dat niet zo'n puik plan, volgens mij. Nee, mijn vader zou het, als het zijn fantasie was uitgekomen, was ik liever arts geworden of advocaat of zo. Mijn moeder had ook wel zoiets van, luister, jij gaat hbo of universiteit doen, klaar. Op mijn 19e had ik wel op een gegeven moment dat ik merkte van, oké, ik wil echt iets met acteren doen. Ja, pas in mijn 20e jaren ontdekte ik op een gegeven moment van, oh, wacht even, er staan ook hele opleidingen voor. Het is echt een vak. Ja, het is echt een vak. Ja, en mijn moeder, die zei wel, zij heeft ook wel theater gedaan. En het is wel grappig, zowel mijn vader als mijn moeder zijn super theatraal. Alleen, dat is een hobby. Dat doe je als hobby, niet als werk. En ik heb al heel vroeg soort van geleerd mijn emoties te sturen. En zelfs als ik bijvoorbeeld zou schrikken, dan schrik ik intern. Zelden tot nooit zal je mij zo zien schrikken. Waar denk je dat dat door veroorzaakt is? Of is dat jouw karakter? Ik denk dat ik op een hele vroege leeftijd op een gegeven moment besloot, je kunt beter op jezelf vertrouwen en je eigen, even grof zeg, je eigen shit doen, mm-hmm. dan dat je het steeds probeert bij anderen. Er ontstond een hele grote woede en frustratie in mij. En zeker ook naar mijn vader toe. Mijn vader vond dat het mijn moeders schuld was dat hij nu geen vader kon zijn. Dus hij onttrok zich ook best wel aan heel wat verantwoordelijkheden. Want dat had zij veroorzaakt. En mijn moeder was de duivel, want zij was gescheiden en dat mag niet van de kerk. Dus ja, zij heeft het allemaal verpest. En dat gaf mij heel grote frustratie. Want dan dacht ik, ja, maar je kan ook gewoon je taken doen. En je kan er ook gewoon voor mij, voor ons zijn. Maar ik mag niet de hypothese of de diagnose stellen. Maar de afgelopen 2 jaar zijn we ook wel een beetje gaan graven. En ik ben er bijvoorbeeld achtergekomen dat mijn vader wel ook is opgenomen geweest in de psychiatrische kliniek. Vallen van mij heel veel puzzelstukjes op hun plek. Ja. Ik wist wel dat mijn vader een beetje raar was. Maar waarschijnlijk is hij gewoon knetgek. Ik hou van hem. Ik hou echt heel veel van hem. Maar hij is wel echt een van de koppigste mensen ter wereld. Lijk je op hem? Ik lijk heel erg veel op hem. Nog niet eens zozeer, ook qua uiterlijk, lijk ik op mijn vader. En ik heb meer met hem gemeen dan dat ik zou willen. Dat is soms zo pijnlijk als je volwassen wordt, dat je dan ergens dat kleine kind in je denkt, ik haat jou. En dan kijk je zo en denk je, fuck, ik ben jou. Het is een soort verwarring dat je denkt, ja, fuck. Hoe kan ik die kinderlijke boosheid naar jou toe hebben, terwijl ik ben jou. Ik denk wel dat ik een betere versie ben van hem. Even helemaal toewerkend naar het moment dat je echt rock bottom ging. En dan heb ik het natuurlijk over je eigen statie op Tomorrowland. Toen ging het eigenlijk al langere tijd niet zo heel lekker. Weten mensen nu. Mm-hmm. Maar dat was. Wat ik wel bijzonder vond, is dat ik in een interview las dat jij zo'n, dat drankje, Ayahuasca. Die, zo, en dat het vanaf toen eigenlijk is gaan glijden. Sommige mensen die hebben dan zo'n ayahuasca-reis of ayahuasca-trip, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. En die zien dan mooie engelen en dingetjes. En die worden dan wakker en die zeggen, oh my god, ik moet meer van de wereld houden. En de wereld is zo'n mooie plek. En jij bent een ziel en ik ben een ziel. En wat zag jij? Ik zag zoveel heftige dingen. En het leek alsof ayahuasca zei, oh, je wil hier naartoe komen. Om, wat wil je eigenlijk? Is niet duidelijk wat je wil? Is goed, dan gaan we jou een les leren. Alsof ik zo binnenste buiten werd gekeerd. Ik heb echt 1,5 jaar lang werd ik gestraft met alles wat ik zelf fout deed. Dus elke keer als ik dacht van, ja, maar jij, nee, jij. Ja, maar jij. En dat is heel heftig. Nu kan ik daar naar kijken en denken, nou ja, is ook mooi als je echt tot het besef komt. Dat datgene wat ik had met mijn vader, dat ik bepaalde dingen hem de schuld van gaf. Maar het is niet waar. Kijk, je kan natuurlijk
wat je misschien hebt meegemaakt in het verleden, of de mensen die daar misschien een rol in hebben gespeeld. Tuurlijk, op een gegeven moment moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als kind bij een ouder toch op zoek bent naar een stukje waardering. Oh, zeker. Erkenning van, hey, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. En als ik jou in interviews hoor, is dat hetgeen wat mij opvalt, dat je dat het meest gemist hebt misschien wel? Ik denk dat ik heel lang, meer dan dat ik zelf doorhad, toch vanuit een soort fuck you-modus, het interesseert me niet, leefde. Maar ondertussen? Dus na die ayahuasca ging dat ook open. Oh nee, het interesseert je niet. Het interesseert je wel. Boom. Dit interesseert je wel. Boom. Dit. Dus in plaats van dat laagje waar ik het net over had, van, nee hoor, ik heb alles onder controle. Controle was heel erg een ding. Van alles onder controle. En ja, en op een gegeven moment raakte ik gewoon juist alle controle kwijt. En ging ik echt 180 graden de andere kant op. Gewoon roekeloos. En ik geen controle had over mijn emoties. Vond je dat niet doodeng? Fucking eng. Ik kan me voorstellen dat je zo'n control freak bent en dan ineens dat kwijt bent. Ja. Ja, dat was echt. Was een hele enge periode. Ook omdat. Je ontwikkelt gewoon als mens. Ontwikkel je copingstrategieën. Die je heel ver kunnen brengen. En de modus van I don't care. Ja, daardoor ben ik ook zo ver gekomen als actrice. Ik heb geen opleiding gehad. Ik dacht gewoon, ik wil dat. Ik ga ervoor. Dat is ook een copingstrategie van mij geweest. Omdat ik het dan bijvoorbeeld niet kreeg bij mijn vader. Van, weet je, dat soms kon het niet. Of soms kreeg ik het gewoon niet. En dat ik dacht, fuck you, ik ga er zelf voor. Maar op een gegeven moment, je komt in een andere levensfase. En dan, het gaat botsen. Ja. Soms heb je gewoon net weer andere handvatten nodig om het leven begrijpen. Te begrijpen, maar ook om het leven weerstand te kunnen bieden. En ja, nou ja, na Tomorrowland en mijn arrestatie en zo, ben ik wel echt in een, als ik nu achteraf terugkijk, in een hele mooie snelkookpan gekomen van, oh, dat was er al die tijd. Ah, oké. Okay. Dan komt er dus een moment dat je vader wil natuurlijk een specifiek leven voor jou. Daar zou hij heel gelukkig van worden. Mm. En dan komt er een moment dat iemand dus belt, ja, je dochter is gearresteerd. Wat voor gevoel had jij daarbij? Dacht je van, oké, okay, nou dan kunnen we het maar beter helemaal goed afmaken. Winnen. En voor mij op dat moment was die heftigheid en die destructie, ik dacht, als ik het goed doe, ben ik nooit goed genoeg. Nou ja, misschien kijken of je dit leuk vindt. Kan je lekker weer gaan zeiken tegen je kerkvriendjes? Kan je lekker gaan zeiken tegen die dochters die getrouwd zijn met nette christelijke mannen? Ga maar, je wilt toch zo graag vertellen dat ik een slecht persoon ben? Nu heb je iets te vertellen. Want stel nou dat het niet was gebeurd, hè? Stel dat je nou niet gepakt was op Tomorrowland. Hoe had je er dan nu bij gezeten? Ik weet niet of ik erbij had gezeten. Echt niet? Ja. 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 Ik was echt in die fase was ik heel erg roekeloos. Ik gebruikte zeker niet dagelijks drugs. Maar als ik dan ging, ja, dan ging ik wel echt. Ging je vergaat? Voor de maan. Echt vol. En die dag van Tomorrowland, ik zat superkut in mijn vel. En ik had echt die ochtend had ik besloten, ik ga zo hard vandaag. Zo hard. En dat had ik misschien niet overleefd. Dus toen dat ook gebeurde, dat ik in de gevangenis kwam, dacht ik ook, oké, God, wie dan ook, mooie interventie. Oké, ik ga rustig doen. Ik was niks van plan. Oké, is goed, gaan wij hier zitten. En toen bleef het zitten, werd verlengd en verlengd. Toen dacht ik, ja, ik heb mijn les nu wel geleerd. Ik wil gewoon weer naar buiten. Ja, er moest een stop komen. En nu je hier zo zit, zoveel jaar verder, wat voor advies zou jij de kleine Emanuelle geven? Wetende wat je nu allemaal weet. Blijf dicht bij jezelf. En volg dat stemmetje in je hart. Mensen zullen altijd wat te zeggen hebben. Maar probeer te vinden wat jij echt leuk vindt. Blijf leren. Blijf leren. Denk nooit dat je er al bent. Blijf leren. Het hele leven gaat om leren. Het zijn al heel veel dingen, maar dat zijn wel
En ik zal tegen mijn kleine ik zeggen, ik hou van je. En je mag er zijn. Misschien is dat nog wel het belangrijkste. Ja. Ja. Dus wij kunnen echt met z'n tweeën als een soort Stettler, Waldorf en Stettler met z'n tweeën. En dat is toch goed? Ja, nou, precies dat werk. Erik en Diana tegen de wereld. En dat voelt nog steeds ontzettend leuk en goed.